vraagstukken, uitdagingen, mooie ontwikkelingen, disrupties. Het wordt bizar. Maar als we dat dan doen, worden we dan gelukkig. En dat is dus de reden waarom nu filosofen, sociologen, antropologen en psychologen instappen in deze besluitvorming. Want wij moeten nu ook de ethische hekjes plaatsen rondom deze nieuwe ontwikkelingen. Hoe ver willen we gaan hiermee? Nee, we gaan dat geld investeren in het managen van onzekerheid. Maar de komende jaren gaat het niet over zoveel mogelijk winst maken. De komende jaren gaat het over het managen van die enorme onzekerheid die er aan gaat komen. De organisatie van de toekomst is een ecosysteem. Wij zullen de komende jaren moeten werken aan een netwerk van bedrijven, wetenschappers die ons kunnen helpen op het moment dat het nodig is. Zo krijg je dus in organisatie 6 uitdagingen. En iedere uitdaging heeft tijdelijk een bepaald team waar je mee werkt, niet mee werkt of langer of korter mee werkt. Gedaan hebben. Wij zitten in Nederland. Weet je, het gebeurt hier niet. Het ecosysteem bepaalt de toekomst en het succes van jullie organisatie en hoe je dan succes ook zou willen aanduiden. We hebben meer mensen nodig met passie, meer mensen met nieuwsgierigheid. Zo is aanpassingskracht nu de meest kritieke skill. Het snel kunnen aanpassen, het snel kunnen wisselen. Weg 10-jaar plannen, weg 5-jaar plannen, weg 3-jaar plannen, weg jaarplannen. En binnen 3 maanden is 90% weer vertrokken. Dat gaat dus niet. Ik zie zoveel oninspirerend leiderschap. Het gaat niet over jullie, het gaat over die andere mensen. Echt totaal oninspirerende leiders die het tegenhouden, die pijn hebben, die last hebben van de vooruitgang. En dan is de kernvraag, gaan we dat alleen doen? Of hebben we daar ook jonge, gekke gasten voor nodig? Wat denk je? Ja, lach is. De politie die deed 1,5 jaar geleden deed ze een campagne voor cybercrime. Zochten mensen voor de afdeling cybercrime. Als een website ontwikkeld, dan kon je dus solliciteren. Maar die website werd gehackt. Logisch verhaal. Wat zou er nou gebeuren als 2 generaties samen zouden gaan besturen op kritieke rollen in die organisatie? Het ging toch over leiding geven, toch? Leiding geven.